Unizo, Lanaken en LRL brengen elke dag handelaren in de kijker die door de coronamaatregelen gewijzigde situaties in hun handelszaak hebben moeten doorvoeren. We hebben vandaag Bart Kastermans van het Smulhuukske bij Bart en Tanja aan de lijn, want zij zijn onlangs teruggeopend. Een goedemiddag, Bart. Goedemiddag, Michel. Alles goed met jullie? Ja, we houden ons hier gelukkig gezond, Bart. Ik hoop bij jullie ook. Jullie waren een tijdje gesloten. Jullie hebben in het begin eigenlijk de beslissing genomen om voorlopig te sluiten. Vanwaar deze beslissing, Bart? We hebben in het begin heel lang getwijfeld als we dadelijk gingen toegaan of niet. Maar we hebben eigenlijk in het belang van onze kinderen, van ons gezin en ons personeel hebben we eigenlijk dadelijk besloten voor dat besluit te nemen. Ondertussen kregen wij het heugelijke bericht dat jullie de frituur terug geopend hebben, maar weliswaar onder bepaalde voorwaarden uiteraard. Ja, dat klopt. We hebben iedere dag nu geopend van dinsdag tot en met zondag van 16 uur tot 21 uur. Ja. Omwille dat dit eigenlijk de drukste uren zijn waarop de mensen behoefte hebben aan lekker frietjes of broodjes. Daarmee dat wij deze beslissing hebben genomen. Er is wel een verschil met voorheen. Dat wil zeggen, als ik frietjes wil, dan moet ik wel eerst bellen, heb ik gelezen. Ja, dat klopt. Dat niemand eigenlijk moet wachten op zijn waar. Vragen wij voor telefoons te bestellen op nummer 089-71-2101. Ik ga het eventjes herhalen. 089-71-2101. En dan kunnen ze telefoons bij jou de bestelling doorgeven. En dan? Dan wordt er een uur afgesproken waarbij de mensen een bestelling komen afhalen. En bij dit afgesproken uur komen ze gewoon binnen, nemen ze plaats in het voorziene vakken. En dan is het enkel en alleen aftekenen en uw bestelling meenemen. Het is dus eigenlijk een soort van take-away service, maar door het bellen heb je wel de frietjes op het afgesproken uur. Er zijn helemaal geen wachttijden, dus frietjes staan klaar op het afgesproken uur. Het is eigenlijk enkel en alleen binnen- en buitenwandelen. En kunnen we alles uit je bekende gamma bestellen, Bart, of zijn er wat aanpassingen? Nee, er zijn geen aanpassingen. Wij verkopen eigenlijk gewoon alles wat we in ons gamma hebben. Dat is heel tof om te horen. Ze kunnen de mensen hun vertrouwde frietje in Lanaken Centrum toch weer uithalen. De frituur, voor de mensen die dat nog niet weten, wat is jullie adres? Wij zijn gelegen op de Bessemerstraat nummer 8. Dat is eigenlijk achter de kerk. Als je zin hebt in heerlijke frietjes of warme of koude broodjes en je weet nog niet juist waarheen te gaan, dan kun je alvast, denk ik, surfen naar jullie Facebookpagina, want die hebben jullie ook, hè? En die heet Frituur Broodjes waar het Smulhuukske uit Lanaken. Daar kan je eigenlijk altijd alles op vinden. Heb je nog een berichtje voor de luisteraars of voor je klanten, zal ik maar zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ik wil eerst en vooral mijn personeel bedanken, waar we altijd op kunnen rekenen. Ah ja. Dat is eigenlijk ook wel eens een leuke gelegenheid voor dat te melden. Dus we hebben heel veel aan ons personeel. Die staan altijd voor ons klaar. En dan wil ik eigenlijk ook de mensen van LRL bedanken voor deze gelegenheid. Want het is toch dankzij jullie dat we toch een beetje reclame maken tot onze zaak terug open gaat. En ik weet dat jullie dit allemaal als vrijwilligers doen. Dus een dankjewel daarvoor. Dat is met veel plezier en liefde, zullen we maar zeggen, gedaan. Wij weten ook, Bart, dat onze radio bij jou altijd in de frituur opstaat. En dat appreciëren wij dan ook alweer. Dat is graag gedaan. Het is de moeite waard om naar jullie te luisteren. Dus dank je wel langs deze kant ook. Bart, het ga je goed. Hou je gezond. En weldra komen wij een frietje pikken bij je, hè? Oké, dank je wel. En hou jullie gezond. Dag. Mocht jij ook met jouw handelszaak graag een interviewtje willen met LRL, dan kan dat altijd uiteraard. Neem dan contact met ons op via de gebruikelijke wegen telefoon, mail of Facebook.